George Clooney en Julia Roberts zijn binnenkort weer samen in een film te zien. De twee sterren spelen de hoofdrol in de romantische komedie Ticket to Paradise, meldt Deadline. Tekst gaat verder onder advertentie. De film wordt geregisseerd door Rob Parker, bekend van de West Exotic Marigold Hotel. De opnames gaan later dit jaar van start. Het verhaal gaat over een gescheiden koppel, Clooney en Roberts, die naar Bali afreizen om te voorkomen dat hun dochter gaat trouwen. De twee acteurs werkten eerder samen in de filmhit Oceaanse Leven 2001 en de thriller Money Monster uit 2016. Buzzen, lesblokkade.